Vorige week in de Hardcore Serie. Het is mijn verjaardag. Oh, ja. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Ik wist dat mijn verjaardag geen klappen zou worden, man. Het is overdreven. De vliegende taart! Jeetje, wat een dooi stelletje zeggen. In ieder geval, hier is de Nether Fortress. Nog één hartje nou. Jij nog maar één hartje? Ik heb een achievement! Wel trouwens een zombie. Blop, nee, Blop. Ik word al zenuwachtig van dat gesprek van jullie. Oh, nee, 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 nee! Moet je mee gaan? Nee. Holy shnikes! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Minecraft. Hardcore. Ik ben eindelijk blij dat iemand anders dat doet. Wie deed dat? Hey, wie was het? Ja, ja. Het was Destiny's in NL en natuurlijk zijn er nog meer bij. Ja, Nero G. En wie? En de Towler en Blob, die staan daar. Dus, Hoi. Wat wij vandaag gaan proberen te doen is, Leroy die heeft nogal een beetje een trauma bij de Nether. Aangezien dat we het probleem hadden van Pikmin waren pissig en zo. Maar wij willen dus zeg maar onze boel gaan enchanten, dus is het heel erg belangrijk dat we boekenkasten gaan maken. Dus we moeten boekenkasten gaan maken. Ik wil eigenlijk ook een beetje meer van de world exploren, dus moet mijn map wat groter worden. En misschien gaan we nog vandaag terug in de Nether, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik weet ook niet hoe dat we met diamonds nog zitten, want wij hebben de enchantment table en ik denk niet, ja, heeft er iemand nog een diamond zwaard nodig of zo? Nee, ik heb er al een. Ik niet. Nee, ik heb er ook een. Want we zijn nog maar met z'n viertjes. Oh, ik Oh, we hebben een blokse paard nog. Ja, dat is de enige reden die we nog hebben. Nou, dan heet dat paard vanaf nu Blob. Goh. Zo liefde. Dan mag ik even een kompas, dan ga ik ook even avonturen in. Even kijken, want ik heb nog die sugar canes. Hadden wij nog sugar canes in het basis liggen? Want dan doe ik deze gewoon heel eventjes farmen. Nee, maar er zit daar... Oh, nee, dat bent er al. Nee, ik ben zo afgelopen. Nee. Kijk, ik heb een kompas, dan... Aangezien dat wij heel veel papier nodig gaan hebben om die boekenkasten te maken. Ja, het zou makkelijk zijn als we een village tegenkwamen, maar... Ik ga erop uit, jongens. Ik pak de paad en dan... Is goed. Als iemand mij nog nodig hebt... Jij gaat nou ook op avontuur? Je hebt genoeg gefarmd. Ja, daarom zeg ik het ook, als iemand mij nog nodig hebt. Kom maar, Blob! Ik weet niet of jouw farm of daar eigenlijk die sugar canes daar wel groeien. Nee, dat besef ik later ook nog, maar... Plant ik ze eventjes op een plek waar dat ze wel groeien. Ik denk dat ik daar beter die wortels neer kan zetten. Ik ga heel eventjes kijken. Maar sugar canes hebben we nodig, hè? Ja, dus ik haal even jouw sugar canes uit je farm, jongen. Die heb ik al gepakt, Stefan. Nee, die heb jij nog niet gevat. Ik zie ze hieronder staan. Dus, en ik pak hier eventjes de Nether Wards. Dan kunnen we ook even een bovengrondse Nether farm maken. Kijk, hoeveel hebben we er? 20. Hoeveel soul sand heb ik? Niks. Ik hoop dat er boven nog wat ligt. Soul sand. Nee. Oh, althans, fijn. Dat betekent dus dat ik er nether in mag. Nou, dan ga ik wel mee. Ik sla dit rondje over. Ah, wat een... Iedereen in de comments, wat je... Oh, comments! Nee, eerst wel of comments, voordat ik het vergeet. Oh, nee. Nee. Het wordt donker, traditie. Ja, we gaan daar ook wel de nether in. Dus ik heb maar één bochtje, ik moet twee bochtjes hebben. Want ik heb twee comments. Want we zitten part 7 en ik heb pas comments voor de part 2 en 3. Omdat ja, we nemen ruim van tevoren op en dit in verband met. Dus sowieso met First Look, die eigenlijk al voor jullie al lang voorbij is. Voor ons moet hij nog komen. Oh ja, ik ga ook terug hoor. Het wordt ook donker. Maar wij hebben dus geen soul sand meer in de kistjes liggen? Oh, ik zal eens even kijken. Volgens mij is het op. Oh, hier is nog 38. Oh, daar is toch meer als zat, joh. Nee, want wij willen de bieren zetten. Wij willen een stack. En hier heb ik mijn nether shizzle. Het wordt donker. Nou, het beste om experience eigenlijk te krijgen, dat is door nether quartz eigenlijk te gaan minen. Dat blijkt je de beste experience van te krijgen. Ik bedoel, serieus, creepers die geven nou niet meer zoveel. Nee. Ik ben wel een comment. Ja, ik kom eraan, maar ik moet nog even een bochtje maken. Yahoo! Zo. En één keer. Zombie, attack! Zou het misschien niet handig zijn om die hele hoge toren die hier bovenop het dak staat een beetje van licht te voorzien, aangezien Leroy dadelijk misschien nog in het donker thuis moet komen? Nou, Leroy is niet de enigste. Nee, ik ben het thuis. Wow. Ja, kijk, die portal die staat daar verderop. We weten heus wel welke kant we op moeten, maar ja.
Nou, ik heb even een kistje gemaakt, daar doe ik even de signs in. Zombies, charge! Strike! Hé, hey, dit is een village zombie. Dat is echt totaal een villageje. Zou kunnen. Ja. Ik heb nog geen eens voedsel bij me. Ik moet eigenlijk even terug om even voedsel te halen, maar goed. Eerst eventjes... Oh, ik heb al wat voor. Ja, dat komt eigenlijk al. Ik wil serieus. Komt wel goed. Oh, pas op een creeper. Waar? Wow. Is deze al geëxploreerd? Waar? Ja, dat was toen jij die toren aan het maken... Oh, spider. Je was die toren toen aan het maken. Oh ja, ik zie het al. Hij loopt hier verder. Oké, okay, dan gaan we naar... Leroy? Ja, koffer. Ik ben hier. Oh. Aflevering 2. En die comment die komt van... Sam Overeem. Oh, wacht. Dat hoort niet. Schrijf ik hem zo goed. Heel belangrijk. Oh. Overeem. Ja, dat heb ik goed geschreven. En die had geschreven... Zo leuk, hè? Al die spoilers. Zo leuk, hè? Al die spoilers. Sad face. Nou, het probleem is dus... Ja, als je dus zeg maar voor het eerst naar een video gaat kijken... en je hebt de video nog niet gezien... blijf uit de buurt van de comments. Ga de comments niet eerst lezen. Want natuurlijk staat dat daar natuurlijk wel iets op... wat er in de video zou gaan gebeuren. En mocht er inderdaad zeg maar iets gebeuren... wat nogal een dodelijke afloop heeft... ja, dan ben je natuurlijk... dan ben je daar al gelijk van op de hoogte... voordat je de video hebt gezien. Dus inderdaad, Sam, dat is heel vervelend. Maar aan de andere kant... ja, je hebt het zelf eigenlijk een beetje in de hand... door eerst te wachten met de comments te lezen. Dus ja... We proberen het zo entertainend mogelijk te houden. Dus. Oh, is dat zombies? Wow. Ja, yes, een skeleton! Hé, hey, ik heb een shamanboog. Creeper. Hier met je boog. Hoor ik weer een enderman? Oh. Ik kan nog niet eens slapen. Oh, een jockey. Yeah. Die zijn zeldzaam. Ja, en ik heb een beetje last van mijn voice crack. Even verband met, ja, ik had een evenement gisteren, dus... Even kijken, wat was onze voedselchest nou? Dit is voor potions. Ja. Oh, hier, ik heb voedsel. Eten. Dus, even kijken, hier zie ik ook veertjes in liggen. Even kijken hoor, want ik heb heel veel zooi bij me. Kijk, botten die stop ik hier. Even kijken. Botten? Ja, botten. Waar stop je die in? In die kast, kist. Nou, ik heb hier even dus ook de strings even bij doen en de seeds die ik hier heb. Pijlen hou ik bij me. Spider eyes, dat zijn ingrediënten voor. Dus voedselkist, die staat hier toch? Ja, dan moet je dit echt een keer organiseren. Ja. Ja, normaal hebben we daar een mannetje voor, maar... Chain boots. Niet meer. Niet meer, nee. Dan moeten we het zelf doen. Ik heb nog wel papier over. Hadden we nog wat sugarcanes of... Geen idee. Nee, niks meer. Volgens mij in deze. Nee. Ik heb boven geplant. Er zit alleen maar armor in de ring. Ik zie niks. Nee, dan staat het allemaal al ge... Ik heb te veel rotten flesh. Waar is soul sand? Die heb ik hier. Aast u. Dank u. Ja, even... Ik ben heel even nog met mijn inventory even bezig. Dus nou, ondertussen zal ik wel heel eventjes de dingen maken. Dan heb ik even iemand nodig. Wie heeft hem nou? Oh, ik heb ze al. Dan ga ik heel eventjes die soulsend even plaatsen voor de Netherward farm. Misschien kan iemand even dan hier de inventory even Ja, ik neem de takbal bij me. Ik doe het wel even. Okay. Oh, ga je alleen? Oh. Wacht even. Nee, ik wacht op jullie hier. Kom al. Oeh, die heeft een enchanted sword. Gaan jullie twee maar, ik blijf hier. Ik denk dat ik daar hier ga bouwen. Heb jij een schep? Yes. Kun je een beetje dirt weghalen? En natuurlijk zit hier precies weer een cave onder. Damn! It's cave. Oké, nieuwe locatie. Wow! Ja, ben nou hoi, spider. Cool. Is niet goed? Ja, misschien dan... misschien hier? Gaat deze boom gewoon weg? Ja, deze gok wel weg hoor, die seeds en zo.
Niet weer een farm aflevering. Nee hoor, we gaan niet alleen maar farmen. Dus, maar het is wel eventjes tot de Nether Ward verder gaat groeien. Want we hebben daar ook wel potions nodig. Maar we willen deze keer gewoon de Witte verslaan. We willen ons doel halen. We willen voorbereid zijn. Voor het ergste. En we zijn nog met z'n vieren, dus we hebben nog een beetje een gezellig team dat dan babbelen is. Stel je voor dat ik hier nou al bij mijzelf zou staan. Oh, dit kun je gewoon helemaal dik maken, hè? Voor Nether Ward, voor de Soul Sand Farm. Hartstikke idee. Ik hoor een nether. Of een, toorts omheen. En de bed. Ja, dat kan eventueel doen. Voor het licht tenminste, man. Zo. Je mag hem nog iets breed maken zelfs. Ja. Ik help! Jij doet. Ik dacht zoiets en ja, dit is dat. Moet ik nog wel even wat extra soul sand zoeken, dat wel. Maar en nu hebben we sowieso nog een voorraadje nodig. Oké, dan kan dit geplant worden. Wat een plan. Oh, hallo vriend. Hoi. Hoi. Vergeet niet, hier loop je wel langzaam over, hè? Dus, Ja, dat heb ik al gemerkt. Oké, dus hoe gaan we het aan... Oh, je hebt nou daar de sugar canes neergezet. Ik niet. Wie dan? Wie heeft dat gedaan? Ik heb extra bijgeplant. Erwin. Oh. Erwin. Erwin, volg mij eens. Erwin, volg mij eens. Erwin achter. Oh, ik zie een creeper hier. Even wachten. Ja. Rot op! Zo. Wow. Kijk. Ja, dat geluid hier. Kijk hier nou eens. Oh, dat kent ook. Ja, ik hou zo weg. Ik maak er wel heel even papier van. Nee, ik haal het wel weg. Want ik heb namelijk nog 5 papier. Nee, ik! Laat mij helpen. Mijn! Geef het! Geef! Mam, hij doet het weer. Geef het, verdurrie! Oh, hoi. Gaan we weer zo beginnen? Ik poep gewoon spiders uit, zie daar. Dus Hero, je had toch ook al een kompas? Ja. Dat is leuk voor je. Ja. Wat wil je, een koekje? Koop een ik ga eventjes mijn map eventjes enlargen, dus Ja, ik ga zometeen weer met mijn pad erop af. Oké, dat is wel een interessante map. Ik wil hem nog één keer even groter maken en dan is hij voor mij groot staat. Kan dat nou niet meer? Oh jawel, ik kan hem nog één keer groter maken. Yay! Hoe groot is mijn map nou? Oké, ik sta dus precies in het midden bij het waterding. Oké, dat is handig. Nou, wie wou er nou de Nether dan in? Ik, Nou, Marco, dan gaan wij wel... Leg spikes. Nou, dan zeg ik me niet... Wie heeft leg spikes? Ik. Weet jij nog part 1, hardcore 1? Ja, daarom juist. Dus, Oh, dan ben ik net één ding vergeten, want ik zou namelijk ook, Oké, dag is aangebroken. Mooi. Zwemmen met de creeper! Zwemmen in het water! Dan ben ik vergeten om een tweede bochtje nog op te hangen. Stout ik. En ik heb nog een kistje bij me, dus voordat we daarin gaan, doen we daar eerst eventjes meteen. Dan, Zit er nog een spin? Flikker op. Stuit. Ik ben een stuiterbal. Bol. Nou, ik heb zoveel mogelijk gesorteerd. Ja. Nou, kun je nog bordjes opzetten wat is? Oh, troep. Troep 1, troep 2 en troep 3. En eten. Dat is ook troep. Oh nee, dit is... ik zal een bordjes maken. Oké, even kijken. Wie heeft er verderop? Ruben Maassen van den Brink. Dat is een mondvol. Ruben Maassen van den Brink, geloof ik. Ja, van den Brink. Van den Brink. Dat is al het helft van het bordje, dus ik zou je comment waarschijnlijk moeten inkorten. Hoeveel diamonds kun je in één aflevering krijgen? Goede aflevering. Gewoon goede aflevering zet ik er dan neer. En dan ga ik gewoon jouw vraag beantwoorden. Goede aflevering was dat? Ja, goede aflevering. Goede aflevering. Zo, anders past het namelijk niet. Erwin, jij was namelijk in part 5 en 6 nogal samen met Marco over de diamonds bezig. Dus hoeveel diamonds kun je in één aflevering krijgen? Tuurlijk. Meer dan 10. 24! 24! Ik had er 14 of 12, ik weet niet meer. Ik heb toen een zwaard gemaakt, een broek gemaakt en een pickaxe gemaakt. Dus ja, 12.
Ik heb een chestplate kunnen maken, een zwaard en een pickaxe, dus... Ik alleen een zwaard, dus twee. Kijk, nou ja, zal ik eerst gaan? En moet ik nog tools meenemen extra? Wat gaan jullie nu? Dan kom ik eraan. Nou, het is Soulcent, hè? Daar hebben we een... Nee, maar tools hebben we niet echt nodig, maar we hebben niet echt veel materialen nodig. Nou ja, dan kunnen we. Soulcent, dat is met de schep. Oh boy. I'm coming! Pikmin vrij. Het is Pikmin vrij. Ik ga gewoon mee. Whatever. Hallo! Gaan we met z'n viertjes? Gezellig. Dan gaan we gewoon naar de Nether Fortress. Dan gaan we kijken of we daar nog even het een en ander kunnen vinden. Je weet er mee. Ik hoor boosheid. Ik hoor een... Ja, ik hoor de Pikmin grommen. Oh. Okay. Is het steeds boos? Ik zal even checken. Hey, een Pikmin. Hey, Jonas. Een Pikmin? Hij kijkt mij aan, dus... Ja, maar wilde jou aanvallen. Maar Evan is... Hij wil hem hebben, ja. Hij wil hem hebben. Evan is nog nooit in de... Jij bent volgens mij nog geen één keer in de Nether geweest. Nou, ik ben mee geweest. Oh. We're screwed. Had ik een near-death experience. Allemaal. Oh, wacht even. Ik mind het eventjes. Dan hebben we weer extra experience. Wij kochten hier ook wel. Ja, ik houd dit in de gaten. Even wacht. Dan doe ik even deze muur even... Creepers. Oh, nee. Ja, dat gaat weer vullen hoor. Anders valt erin. Ja, dat weet ik. We moeten het wel Leroy-proof houden. Ja. Wat Leroy-proof is, moet Leroy-proof ook blijven. Nou, het ziet er nog best rustig uit daar beneden. Nog wel, ja. Nog wel, daarom zeg ik het ook nog wel. Oh, ik hoor een guest. Yes. Oh, damn. Jank het. Zijn ze ook boos op jou? Nee, ik hoop het niet. Nou, kijk eens mij aan. Zal ik naar beneden gaan? Even doe kijken. Kom jullie mij achterna? Kom jullie mij achterna? Oh, ze kijken weer naar mij, hoor. Ze kijken weer op mij. Ja, kijk uit dan. Stay away from me. Oké. Okay. Zal ik even kijken of ik ook leren... Komt er een? Ga je op mij af? Ga je op mij af? Nee, hè? Daag! Een haat voor Erwin is groter. Ja. Waarom? Erwin die heeft niks gedaan. Hij sloeg een guest. Ja, ik zie hem. Ja, guest. Ik ook. Oké, okay, zorg ervoor dat de guest hier gecollect kan worden. Die zijn echt belangrijk. Nou, kom eens even hier, grote vriend. Ja, hij is op de grond. Komt hij? Oh, komt hij hoor. Schieten? Yep. Ja, fire! Oh, ik zie hem niet meer. Oh, wauw, Lexpark, dankjewel. Ik zie hem nog. Ja, ik zie hem nog. Zou hem niet oh, ik zie hem ook. Gaan we dotje verhalen. Ga janken! Cry. Oh, kijk uit! Kijk uit, kijk uit! Oh shit! Oh nee, Erwin! Hij doet verder niks, hij hangt hem maar. Ja, maar ja, hij hangt ook boven de lava zo te zien. Hier, nog, hij hangt boven de brug! Nog een guest, rechts. Dat is gassig. Oh, kijk uit! Ik hoor ze daar grommen. Ik zie drie guesses. Nice. Ik hoor een heleboel grommen. Ze gaan daar een beetje swarmen, die gozers. Kom in die auto, hè, Ben? Ja, ik ben een decoy, schijnbaar. Ja, dan bescherm ik je. Op weer naar mij? Daar blijf jij. Oeh, te veel! Ik schrik gewoon een geschreeuw. Ja, ik ook. Got him. En ik zie een heleboel dingen droppen en het valt allemaal in de lava, helaas. Ik hoor ze grommen, maar ze vallen mij niet aan. Ja, ik hoor ze ook grommen, ze vallen mij ook niet aan. Dus wij gaan gewoon die andere twee kofferen. Laat het zo blijven. Als ze allemaal op ons boos zijn. Nee, want ik heb ze al een paar. Ik heb er ook al gewoon degene die aanvallen. Heb ik ook al geslagen. En dan vallen ze mij ook niet aan. Even kijk uit. Komt er. Ja, ik zie hem. Nee. You shall not pass. You shall not pass. Dat is mooi, dus kun je even gebruiken als decoy. Je kunt ze gewoon mappen, Marco. Nou, Leroy, ik zeg wel pas. Ik zeg één zo'n Pikmin toen naar jou. Kijk. Alleen degene die dus zeg maar getarget zijn op een player. Nou, kom naar beneden toe. Ja, we zijn vier man sterk. Jee, ben er. Even kijken. Hou je helft in je gaten, dan komen er twee aan. Oh, damn. Here they come. Oh, kijk uit voor die baby. Ja. Ja, ik heb je gecoverd. Maak het, een stuk of 7 wachtje. Yeah. I know, they're my friends. My friends. Hoeveel XP kun je verdienen? Zoveel. Hé, hey, dat is mijn XP. Bam. Marco, I kill you! Ja, I kill you! Leroy has slain Destiny's in an elf. Ja, echt hè? Hé, hey, kijk nou toch eens, een golden egg net. Ja, er dropte net ook al eentje. Ik heb twee golden. Laten we naar de brug gaan. Ja, de Leroy-proefbrug. Ja, de Leroy-proefbrug.
Kijk uit, er staan rivier. Ja, kom eens aan. Van de rand af, doei jongens. Bye, have a great time. Pas op, hè. Leave it to me. Ja, die is verbrand. Burn, Pikmin, burn. Baby, burn. Jongens, achter ons. That pig is on fire. Ja, maar als we hem op de brug staan, dan kunnen we goed koop voor zoeken. Goed, dank je. Oké, en ben jij in het midden? Oh, ja, nu zijn ze ook boos op mij. Heb jij gewoon een... Ik kom van achteren weer, pas op. Ja. Ik ga even hiervoor kijken. Yo. We protect Erwin. Hiervoor is rustig. Ja, hierachter zijn er twee. Help me, save me, protect me. Ik wacht dit ook nog gewoon. The king. Niet. Protect the king with the mustache. Ja. Yeah. En hij zit... Ze zijn al boos, ze zijn al boos. Jullie kwamen al aangelopen. Oh, ze zijn toch niet boos in mij. Hooray! Kijk eens, jongens, ik spel. XP, dief. You shall not pass, you pig. My girl. Kobar, mine. Crom. Ik, ja, ik hou jou in de gaten. Toch houdt het muziek maar rustig. Welke muziek? Hoor geen muziek. Nee, er is geen muziek. Oh nee, dat is lullig. Ja, pas op hoor, dat je niet gelijk doorheen zakt. Doorheen. Nee, ik krijg geen Govi moment. Nee. We zijn geen Leroy. Er staan er beneden een stuk of 2-3. Ik hoef geen Leroy verzekering aan te schaffen. Ja. All risk. Always lavaproof verzekering. Ik ga wel even... Oh, kijk nou, ze zijn nog getarget op jullie. Ze houden van jullie. Ze willen kusjes geven. Fans. Komen ze ook naar de fan... Oh nee. Is al geweest. Je moet eigenlijk in één keer bij First Look in één keer een Pikmin verschijnen. Ja. Oké, okay, lavastroompje daar is weg. Okay. You shall not live. Burn. Hey, kijk niet meer naar me. Ja. Als ze niet naar je kijkt, niet aanvallen. Ja. Hij kijkt ook niet naar mij. Nu wel. Maar laat hij met rust. Is de boosheid over? Nee toch? Is de legende geen boosheid meer? Ik heb ook een S vanuit Brugge. Voor ons schip pakken, Simon. Ah, hoehoehoehoe. Don't say it too loud. Oké, nou ik... Oh, shit. Bent u daar nog, meneer? Waarom? Ik ben vandaag niet helder. Yo, ik ga naar de brug toe, hoor. Hij is echt gelokt op jou, Marco. Illuminati, kom. Mooi. Oké, kom maar aan. Oh, zijn jullie boos of zijn jullie gewoon aan het wandelen? Ja. Hoi. Hoi. Kids, gaat het mee? Even kijken, ik kom eraan. Oh, die erbij komen. Hoi. Mijn laatste met rust. Mij ook. Mij ook. Zet ja, wacht. Meneer? Meneer? Ja. Ja, stipt dan. Knuffeltje dan. Knuffeltjes zo. Volgens mij zijn ze boos op mij, denk ik. Nou, Leroy, kom maar. Ik wil wel een guest. Hi, guest. Nou, ze worden niet boos. Hou je cool? Ik ze even lekker wegduwen. Is het afgelopen? Ja, de leraar proefbrug heeft gewerkt. We zijn vrij. Yes! Nee, jongens, laten we opschieten, dat ze weer boos zijn. Deze kant op. Don't push your luck. But we must be careless. What a bunch of jokers. Boinkie, 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 boinkie. Even kijken. Nine. Dit is niet echt Leroy proef, moet ik zeggen. Oh, komt nog wel. Hi, Pikmin. Hey, Pikmin. What's up, girl? Pikmin. Big girl. Ik durf niet, die Pikmin. Ik wil glowstone. Ik kan potions... Ik liep langs dus. Ja, ik liep ook langs. Potions ingrediënten. Maar kijk wel uit, hè, want hier hebben we ook... Witte skull. Blazers. Skeleton, whatever, hoe die ook mag heten. Klote beest, dood. Yeah. Wow, ja, ik zie er één. Hey. Sterf in de naam van Objection. Ja, nee, of Objection, ja. Maar zwart heet... Ik zeg een blaze. Ja, blazers. Ja, die zit daar aan de overkant. Ja, kijk, hier. Kijk waar je boven zit. Aanvallen? Ja, zo. Nee! Erwin, nee. Gebeurt niks, ik heb goed omhoofd. Jongens, willen jullie me niet zo hard? Ik dacht even totdat ik hoorde daar. Nee! Je weet wat het bekende Leroy, nee. We're all gonna die! We're all gonna get... Hop, kom op. Ja, flik niet weg. Ik ga er wel op af. Ik ben weg uit zich. Au. Ik zie een weer beest. Dat is heet. Heet. Oh, Pikmins. Ja, maar zijn ze pissig? Ja, maar... Nee, hij is niet pissig. Als ze niet pissig zijn, maar rust laten. Ja, maar ze lopen. Ze bewegen. Oké, ik ga achter die skull aan. Oh, hier is een spawner, jongens. Oh! Oh, een blazerrot. Moet je pakken? Blazerrot, ja, tuurlijk. Nice. Oh boy. Witter effect. Oh, snikies.
Hé, hey, als is nog een blaze gevonden. Moet je die kapot maken? Nee, eentje moesten we laten staan. Die ene moeten we daar laten staan. Okay. We hebben er hier toen twee gehad en toen hebben we er eentje kapot gemaakt. Ja, dat was ook zo. Dus volgens mij hebben we deze... Die moeten we laten staan. Die, ja, oké. Okay. Ik ben in full health. Ik ga heel eventjes hier die soul center even pakken. Ja. Pas op hoor, want volgens mij is het lava. Ja. Dude, jij bent lava. Ik ben lava, ja. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hero is life. Hey, kijk nou toch eens wat schatten. My storage in 3 seconds. Lava. Oké, de lag spikes wordt nu erger. Moet ik even helpen, Stefan? Ja. Nou, ik heb bijna al genoeg, joh. Oh ja, ik zit ook met mijn scheppen hier dus. Nou, doe maar even dan als je wil collecten voor mijn machtje. Hoeveel? Gewoon spels dat je gewoon eens een halve stack, een hele stack. Hoe was dat kan praten? Ik zie nog een blazer achter ons. Be careful. You must be careful. Ik wil ook nog eigenlijk wat kijken of we nog echt wat extra bloot zouden kunnen vinden. Zo is wel genoeg, denk ik. Ja, dat nemen wij gewoon mee. Ja? Problemen mee? Hè? Problemen mee? Zo, voice crack. Hier! Heeft er iemand toevallig al een skull te pakken? Nee, maar we hebben wel al twee van die... Nee. Ja, blazerots, die hebben we al een paar. Oeh! Ik hoor de damage. Oh, ik zie een jumper of achter ons. Hoe heet dat? Jumper? Magma Cube. Oh, die kunnen... Ja, die magma dinges, die zijn handig. Dat was snel. That escalated quickly. Maar volgens mij is hij naar beneden gevallen hier. Ik hoor weer Irma janken. Ik hoor een gast. Ja. Ik hoor een gast. Oh, wacht, we kunnen gast, hier... Gast, serieus? Ja. Oh, wacht, nee, dat is... Nee. Hey jongens, ik ga hier naar boven kijken. Nou, ik ga verder eventjes... ik binnen kijken. Oké. Okay. Hé hey jongens, als je me zoekt, ik ben hier boven. Ik ga wel met Stefan mee. Back I'm up. With you, brother. Oké. Okay. Oh, hier kunnen we naar binnen. Nice. I got your back. Ik heb voor in één keer spontane lava, hè? Ja. Ja, daarom ga ik ook een beetje afstand nemen. Oh, mijn pickaxe. Nou ja, ik heb nog altijd die diamond. Ongebruikelijk. Je mag de mijne ook wel hebben, hoor. Nee, ik gebruik gewoon naar mijn diamond. Nee, je ruikt die op. Oh, hier. Wow. Wow. Kijk, look at this guys. Een euro als je naar beneden springt. Hey, een euro. Euro? Nee, ik doe het voor een... Euro? Hé, hey, daarboven zit een Wither Skull beest. Ja. Oh, zal ik hem neerschieten? Ja. Nee, wacht eventjes. Laat mij maar. Oh. Cover mij. Okay. Ik cover, jongen. We gaan hier inbreken, man. Waar? Hier naar beneden. Oh, be careful. Niet ik pak weer een pickaxe. Oh. Oh boy. Don't touch it. Oh boy. Dat is een blaze. Oh, daar komt hij al aan. Die hoor je, ik kom blazen. Ja, achter je. Naar binnen. Ik heb hem. Niks. En close the entrance. Oh, dit was echt link. Dit was linker soep. Oké. Als er maar balletjes in zitten. Yay. Yeah. Nou, ik ga heel eventjes hierboven kijken wat hier zit. Het is gewoon een weggetje, denk ik. Mijn shiftknop is nu heel zweterig aan het worden. Ja, ergens daar. Okay. Oh, is dit genoeg spanning voor jullie? Laat me terug, dit loopt dood. Ik moest mijn farm achterlaten van jullie, nou hier. We zijn allemaal in de nether nou. Deal with it. En daar ga ik. Doei. Nou, ik volg wel. Oh, hier hebben we een springy dinges. En Witherskull weer. Nice. Kom maar. Ja, ik... Hij heeft hem niet gedropt. Skeletons. Blazers. Auw. Oké, okay, let's get him. Nou, we moeten naar beneden, ja. Oh, er zit er nog eentje hierachter. Oh, daar is hij. Ja. Bam. Wow. Dat hoor ik. Weer niet. Waarom hebben we het Blob zo'n geluk niet? Blob even niet voordat hij dood ging even zo'n geluk achter konden laten of zo. Ja. Oh, hoi! Oh. Hi! Oké, okay, hier zijn we al verder geweest, maar... Vind ik hier misschien iets? Nee, hier kunnen we naar beneden. Nee, hey, weg naar beneden. Oké. Okay. Oh, beneden, ik zie weer een jumpy dude. Jumpy! Okay. Are you a jumpy? Niet in. Hey jongens, kijk eens! We hebben een jackpot! Wat heb maar. Je? Heel veel van die secondes voor die gasten. Where they are. Oké, nou wees wel voorzichtig, want ze zijn dodelijk. Oké. Okay. Nee, ik even een lichtje voor je maken? Nee, hij houdt daar al op. Oké. Oké. Ready? En lichtjes die laten wij zeg maar alleen maar om de weg te vinden. Dus ja. Doei. Ah, kijk. Skeletons doodgaan. Ze gingen volgens mij deze kant op. Ik hoorde ze in ieder geval. Ja, we zijn boven jullie. Oké, okay, ga niet verder lopen hier. Shift knop weer. Screw dit. Screw deze. Ga terug. Au.
sorry. dat is waar ik aan de vorige keer door ben gegaan. Ik zei van, even kijken, zit hier iets? Zit daar? Dag. Doei. Yes. Oh, dear. Hier. Even kijken. Zo. Wow. Oh. Kaboomy. Oké. Komt er een keer even... Laat even iemand zijn gezicht zien. Oh, Vlees en Widder hier. Even kijken. Achter ons is veilig. Oké. Okay. Ja, dek jij mijn rug even? Ja. Ik kijk naar die glas. Oké, okay, laten oh, we... Oh, dat is zo naaiend. Laten oh. we verder gaan. Oh. Ja, kom maar. Kom. Kom naar mij toe. Even. Zo. Hey. Hier. Volgens mij zit hij verder niet. Nice. Oké. Okay. Een zwart en twee bones. Oké, okay, laten we hier weggaan. Hier moet je spinnen, Evan. Ja, dank je. Oh. Heeft er nog niemand echt een stil of iets? Nee. Oh, Stefan? Ja? Tijd. Ja, ik zit ook al aan de tijd te kijken. We zitten op een half uurtje, inderdaad. Dus ik denk dat we hier gewoon netjes hier een twee parten van maken. Dus ik zie je weer de schilder kijken eens killen voordat het afsluit. Fire and all. Oh, ik zie ook Pikmin. Nou ja, die zijn nu boos. Waarom blijf ik ze Pikmin noemen? Het zijn Pikmin. Gewoon Pikmin, klaar. Ja. Zullen we terug gaan? Waar zijn jullie? Oh, hoi. Zo, hallo vriend. Kom jij naar beneden? Ja, nee, naar beneden, hoi! Zal je zien dat die niet... Leroy, jouw geluidjes gebruikt. Guest achter je desk. Waar is die dan? Zo, ho, hallo. Holy, toch was op mijn scherm ging die een beetje glitchen. Ja. Zal ik naar beneden gaan om die skull te pakken, of? Nou, ligt er een skull dan? Oh, achter je. Zit er weer een. Stefan, achter je. Oeh, daar zijn heel veel. Gewoon blazer. Ja. We moeten echt loot hebben. Looting of zo. Dus waar zitten jullie eigenlijk? We zitten boven. Oh, ik zie ze. Iron B.O.R. Yes, maar ze zijn er een. Heb je er één? Ja. Hier is naar boven, denk ik. Je hebt wel een skull? Ja. Nee, ik niet. Ja, toch? Die wel, denk ik. Oh, kijk hier nou toch eens. Oh. Death Trap. Gast, maar jij hebt... dan hebben we er in ieder geval vast eentje. Nee, ik heb geen skill gekregen. Oh, zijn ze boos op jou? Nee. We hebben de eerste. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik kijk alleen dank jullie wel voor het kijken. Okay. Een leukste momentje of een spannendste momentje, laat het weten in de reacties. Wij gaan natuurlijk morgen verder hier in de Nether. Want we zijn hier nou als een team bezig. Eén team. Eén taal. Nee. Ja, zeg het eens. Nee. Shh. Oh, shh. Loopt hij net weg? Wat is er? Ja, zeg het eens. I don't know. Oké. Dit was Zelda Play 20. Samen met... Destiny. Lerootje. En voor zekerheid. Volgens mij ook Erwin. Dat weet ik niet zeker. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Oh, snijken!